Bob Peters, welkom deze namiddag. Je bent 3 jaar in dienst bij onze Kemp Hanen. 120 wedstrijden hebben we gezien. Is er een wedstrijd die je is bijgebleven van die 120? Goh, is dat alles in totaal? Van Westerlo, van KWC Westerlo, ja. Ja, één wedstrijd die me nog wel bijstaat is in mijn eerste periode, de laatste wedstrijd tegen Waasland Beveren, toen wij moesten winnen en Leuven moest thuis tegen Club Brugge. En de wedstrijd bij ons werd afgefloten en iedereen was al aan het vieren. En ik zie nog altijd mensen in de tribune zitten van de wedstrijd. Ze deden het teken van de wedstrijd van Leuven. Club Brugge is nog niet afgelopen. En wij waren al aan het vieren. En ik, als ik me niet vergis, pak daar Didion op dat moment bij nee, Didion niet. Het was Matthew Ryan, denk ik, sorry. Van Club Brugge pak daar nog een fantastische bal. Maar ja, toen bleven we in eerste klasse. En dat is een van de wedstrijden die me wel bijblijft. En ook het eerste seizoen toen ik terugkwam en we ons moesten redden via de playdowns. De tweede wedstrijd op Tubize, waar we de laatste minuten 0-2 maken. Ik denk dat dat wel wedstrijden zijn die je bijblijven. Hè? Omdat je op dat moment bijna zeker bent. In de eerste geval toen eerste klasse zeker, maar toen tegen Tubize. Toen zitten we rechtstreeks tegenstrever op 7 punten. Dus dat was voor ons wel. Er zijn 2 wedstrijden die me echt wel zijn bijgebleven. Er heeft ooit eens iemand gezegd, toen je nog speler was, Bob Peters heeft een vlotte babbel. Hij denkt verder dan zijn taak. Weet je per toeval van wie dat die komt? Bob Peters heeft een vlotte babbel, hij denkt verder. Heeft een vlotte babbel, hij denkt verder dan zijn taak. Een van mijn coaches of zo? Of? Een coach bij de Jonge Rode Duivels. Bij de Jonge Rode Duivels, Ariel Jacobs. Ja. Ja. Dus hij wist toen al dat je klaar was voor de trainerswacht. Hij zag het al. Ik was iemand inderdaad die altijd gepassioneerd was en nog altijd is door het spelletje. Ook als speler. Ik heb ook toen ik 19 was, ben ik begonnen bij de jeugd als coach van Ternesse, de ploeg waar ik ooit ben begonnen als speler destijds. En dat heb ik tot mijn 23 jaar gedaan, ook met heel veel passie. Toen ben ik uiteindelijk naar Nederland, naar Roda, getransfereerd. Toen kon ik dat niet meer combineren, maar het heeft altijd wel een passie geweest. Ik doe ook nog graag nu die analyses op tv. Iedereen zegt, ja, als coach heb je weinig tijd, maar uiteindelijk zijn dat nog altijd momenten waar je kan bijleren en waar je met andere mensen die ook in het vak zitten, toch weer gedachten kan uitwisselen. En ik vind dat je elke dag moet proberen bij te leren. Ik ben ook een hele andere coach dan 10 jaar geleden toen ik bij Cercle Brugge in eerste klasse begon. Dus ik denk dat wel belangrijk is om steeds te blijven evolueren. En het voetbal evolueert ook. Als je ziet, toen wij speelden, hadden wij absoluut geen polars of geen GPS-systemen of analyses over een tegenstrever. Toen schreef Erik Gerrits op een bord, ja, je hebt een linksback, die is linksvoetig, hij is snel, hij is groot en hij kan koppen. En meer info kreeg je niet, dus het was toch meer op intuïtie spelen. Terwijl nu, ja, je alles kan meten. En meten is weten. Je kan alles van elkaar zien, ook via beelden. Je kan beelden laten zien. Dus ik denk dat dat veel mensen wel onderschatten dat het echt wel een vak is. Hè. Iedereen denkt een beetje coachen naast de lijn, maar het is ook steeds meer managen van een groep. Je komt met, en dat is ook anders tegenover vroeger, met andere culturen. Mensen proberen te binden en dat is natuurlijk een uitdaging, maar is ook niet altijd even makkelijk. Je noemde al Erik Gerrits, we hebben Ariel Jacobs vernoemd. Zijn er nog coaches zijn er coaches waar je veel hebt van opgestoken vroeger? Ja, ik heb van heel veel coaches iets opgestoken. Ook van coaches die me niet liggen, van slechte coaches. Daar heb ik ook dingen van opgestoken, van bijvoorbeeld hoe het niet moet. Hè. Ik ben iemand die hard kan zijn als een speler, maar ook voor de menselijke aanpak kiest. Dus ik probeer een beetje een combinatie te zijn van alle coaches die ik heb gehad. Maar de coach die me
heeft wakker geschud toen ik een jonge speler was, was wel Erik Gerrits. Ik ben in de eerste ploeg gekomen onder Herman Elleputte, die hier ook nog trainer is geweest, die mij een kans heeft gegeven. Maar toen is eigenlijk Erik Gerrits gekomen en die heeft me echt wel wakker geschud. En die is tegen mij, één, op mij gaan inpraten, maar heeft ook heel veel ruzie tegen mij gemaakt om te zeggen van, als je niet alles voor doet, dan ga je nooit ergens komen. Ook een Eddy Snelder bijvoorbeeld, die op latere leeftijd mijn ploeggenoot was, die zei van als je niet meer traint dan iemand anders, dan ga je maar een modale voetballer zijn. En dat zijn wel mensen, later in mijn carrière, Sif Vergoosen bijvoorbeeld, die een hele grote impact op mijn carrière heeft gehad. Ik heb ook met Ronald Koeman gewerkt, die nu bij Barcelona zit, Martignol, Hugo Broos. Ik vergeet er nog een paar, dus ik heb eigenlijk altijd wel redelijk goede trainers gehad, die toch wel een carrière hebben gemaakt. Maar uiteindelijk kan een trainer je pushen, maar het moet altijd van de speler komen. En ik denk dat die les met Erik Gerrits heeft geleerd, dat je elke dag keihard moet werken om iets te bereiken in het leven. En dat heeft niet alleen met voetbal te maken. Ik probeer dat ook om mijn kinderen door te geven, van je krijgt niet zomaar iets. Hè. Veel mensen zeggen, ja, je hebt geluk gehad dat je voetballer bent geworden, maar uiteindelijk zijn er heel veel mensen, hier bij de jeugd, bij Westerlo zijn er meer dan 600 jeugdvoetballertjes, hebben allemaal één ambitie, profvoetballer worden. Je moet een factor geluk hebben, maar je moet ook er 100% voor leven en mentaal ook wel sterk staan. En ik moet zeggen dat sinds mijn 8 jaar en dan sinds mijn 18e professioneel voetbal mijn leven bepaald. En af en toe heb je zo wel iets van, waarom doe ik het al die stress? Maar als je dan weer een wedstrijd voorbereidt en vooral je team zien voetballen op de manier dat je als staf voor ogen hebt, dat is het mooiste wat er is. Natuurlijk, als je verliest, ben je niet de meest aangename mens. Dus het blijft een spel van emoties. Je noemde Erik Gerrits, was redelijk streng dan, blijkbaar voor jou. Ben jij dat dan ook tegen onze spelers? Streng, maar rechtvaardig. Ja. Gerrits was iemand die ging voor zijn spelers door het vuur, maar je moest wel laten zien dat je elke dag er 100% voor ging. En dan, als je bij Gerrits binnen je taken voetbalde, dan kreeg je heel veel vertrouwen. Maar als je even naast je schoenen ging lopen, dan kreeg je wel dat te horen. Dus je kon geen enkele dag na de training komen om te zeggen, nu ga ik het even rustig aandoen. En dat proberen we hier als staf ook wel te doen. Om spelers beter te maken. Mensen zeggen altijd, die coach maakt een speler beter. Nee, een speler maakt zichzelf beter. Een coach kan dingen aanreiken of een staf kan zaken aanreiken. Maar uiteindelijk moet het altijd van het individu komen. Van hoeveel heb je ervoor over? En ik heb al dikwijls gezien dat veel jonge talenten verloren gaan. Omdat ze het te makkelijk maken, maar het ook te makkelijk gemaakt wordt. Dus als je in een topsportklimaat komt, dan weet je dat elke moment iemand anders je plaats kan innemen. En daar moet je keihard voor werken. En dat zijn zaken die je probeert mee te geven aan de spelers. En vooral aan jonge spelers, omdat je dat je zelf toch 17 jaar prof bent geweest, dan heb je toch al wel het een en ander meegemaakt. Ik heb ook goede momenten en slechte momenten. En zowel als coach als als speler, het meeste leer je uit de mindere momenten. Omdat je dan terug gaat herfocussen en gaat focussen op je job. Als het goed gaat, dan denk je op dat moment, kan er niets meer gebeuren. Dus zowel als speler als als coach leer je heel veel uit de mindere momenten. Een totaal andere vraag nu. Je bent een fervente voorstander van snus. Ja. Hoe ben je daarmee in contact gekomen? Ja, dat is een lang verhaal. Eigenlijk was het via Keto Rekdal. Eerst mijn ploeggenoot toen ik als jonge knaap bij Liers speelde. Die pakte toen ook al snus, maar ik vond dat toen eigenlijk iets vies. En dan op latere leeftijd is Rekdal teruggekomen als trainer. En dat was op het einde van mijn actieve voetbalcarrière. En 's middags wilde hij altijd met ons mee kaarten. Geleidelijk aan, zowel eens één bolletje rollen om. En dan had je zo het gevoel van, wow, wat is dat? Dus als voetballer heb ik eigenlijk
dat praktisch niet gedaan. En dan ben ik assistent geworden en beloftetrainer bij Gent van Prudhomme. En ja, die is ook een fervent snusser. En dan begint het, hè. Dan heb je één bolletje en geleidelijk aan pak je een potje. En ja, tot een duur kan je het niet meer missen, hè. Dus het is één van mijn dingen die ik eigenlijk zou moeten afleren, maar momenteel lukt het nog niet. Oké, okay. Bedankt coach. Graag gedaan.